Dag lieve stemvrienden en vriendinnen. Hoe aardig ben je nou eigenlijk? Stemmen die wat heeser zijn, associëren we met aardig. Dus daar ga ik met aardig, met hoe is het met jou? Ik ben er voor je. Met verzorgend en met niet iemand die je van je apropos zal brengen, maar iemand die zegt, joh, hè, ga je gang. Dat is heel, dat vinden we heel positief. Aardige mensen, heel veel mensen die aardig zijn, hoog in het vaandel hebben staan. En wat je dan zou kunnen krijgen is dat je denkt, ik doe zo en dus ben ik zo. Ik ben aardig. Omdat ik aardig ben, praat ik aardig. Maar je zou het ook kunnen omdraaien. Hè? Ik denk dat ik aardig ben, omdat ik zo praat. En ik ben er erg voor om jezelf zoveel mogelijk ruimte te geven om te kiezen in bepaalde omstandigheden hoe je zult zijn. Want er zijn natuurlijk omstandigheden waarbij aardigheid of nabijheid niet echt handig is. En wanneer ik zou zeggen, je moet deze pillen 3 keer per dag nemen. Dan zullen er mensen zijn die horen, je moet deze pillen 3 keer per dag nemen, zullen we knuffelen. En dat leidt af. Terwijl als ik zou zeggen, je moet deze pillen 3 keer per dag nemen, dan is de inhoud makkelijker te verwerken als het ware. Die inhoud wordt dan niet, er is geen dubbelzinnigheid. Dus als je heel inhoudelijk heel duidelijk wilt zijn, dan is er zeker wat voor te zeggen om dus niet heel aardig te zijn en om die heesheid ietsje te veranderen in wat meer kernachtigheid of scherpte. En er is nog iets anders, en dat is dat als mensen van jou horen dat je zo hees bent, dan zullen zij ook denken, oh, maar dat is dus een heel lief iemand. En als jij dan zegt met je lieve stem, nee, we zijn nu gesloten, dan zal diegene zeggen, ja, dat snap ik, maar ik mag er nog wel in, hoor. En dan zeg jij, nee, ik ga nu de deur dicht doen, want we zijn nu gesloten. Jawel, nee, maar ik mag er, nee, kom op, hè, je bent zo aardig, je laat mij er nog wel even in. En als iemand dan echt zegt, nee, je moet nu gaan, dan heb je de poppen aan het dansen. Want dan zal die ander extra streng zijn over je. En extra zeggen, zij of hij lijkt wel zo aardig, maar dat is allemaal schijn. Het is eigenlijk een ontzettende egocentrische bitch. Dus je wordt des te scherper veroordeeld als je iets doet wat niet heel erg accommoderend voor de ander is. Hebben mooie mensen ook last van. Dat ze enorm worden aanbeden, maar als ze op een gegeven moment even niet lief zijn, dan kunnen ze echt zo enorm van hun voetstuk vallen. Dus dat is best ingewikkeld. Dat aardig zijn is niet alleen maar, of dat aardig lijken of aardig doen, is niet altijd even handig. Kortom, wat de tip is, op het moment dat je inhoudelijk duidelijk wilt zijn, is het handig als je de aardigheid even parkeert. En dus niet alleen maar als je helemaal gek bent geworden van frustratie, maar daarvoor al. Oké, dit moet even goed doorkomen. Dan gaan we nou even helder spreken. Als je wilt oefenen, als je meer wilt weten, ga naar evoicetraining.nl. Ik hoop je te zien.